De Formule 1 wereld mag zich de laatste jaren gelukkig prijzen. Het laatste echt zware ongeval is gebeurd in 1994 tijdens dat zware weekend in Imola, waar Roland Ratzenberger en Ayrton Senna het leven lieten. Daarna is er heel veel gebeurd op het gebied van veiligheid. In vergelijking met vroeger zijn Formule 1 auto's tegenwoordig echt veilig. Toch zijn er nog wel wat verschillen. Een echte voorvechter in zijn tijd was Jackie Stewart. Who are in motorsports today? Ondanks het feit dat de stoel verplicht is geweest vanaf het begin van het seizoen 99, is hij gedurende het seizoen nooit gebruikt. Ook niet tijdens het zware ongeval van Pedro Diniz. Men gebruikt de stoel alleen maar als er duidelijke aanwijzingen zijn op nek- of hoofdletsel bij een coureur. The new seat is just fantastic.